Hey, hallo en welkom terug bij de Lucky Bastards. Vandaag gaan we een battle review bekijken van Hellgast uit de clan Venom. Bedankt Hellgast om de replay door te sturen naar ons. Hij speelt met de Amerikaanse Heavy T29. Een hele sterke tank en dat zal hij bewezen in deze battle. De T29 kan tot 320 damage doen, 1756 schade per minuut. De herlaadtijd is 10,93 seconden met het beste kanon erop, uiteraard. En deze tank heeft ook 10 graden gun depression, waardoor het absoluut mogelijk is om perfect hull down te spelen met deze tank. Hellgast kiest ervoor om via de typische plek eigenlijk te gaan met zijn zware tank, typische plek voor heavy tanks in deze map. Deze gaan, als je van die kant hier spawnt, altijd links achter de berg. En daar zal hem inderdaad het een en het ander staan op te wachten. VK3002D, die mist hem jammer genoeg. Ondertussen hebben er al twee gebounced op hem, die VK3002D en de KV85. En de SU-100 bounced Ricochet. ook, Ricochet. Penetration. 275 damage op de KV3. Penetration. Hij heeft nou een mooi camo kleurtje ook op zijn tanken. Hij wordt Penetration. ondersteund door een KV-1 en een OI, die blijven een beetje op de achtergrond, terwijl de Hellgast zelf steeds komt piepen en ze gespot houdt uiteraard. Daar is zijn eerste kill. De KV-3 is er geweest. En ondertussen staat de vijand al op het vriendelijke kamp. Maar dat zal een tevergeefse poging zijn om te cappen. Hij gaat hem op jacht naar de KV85, doet hem 302 damage. De KV1 had een beetje in zijn weg rijden eigenlijk. Dus hij laat de KV1 voor wat dat is. En dat was een goede keuze. De OI heeft hem afgemaakt. Nu gaat hem op jacht naar de volgende. Links moet hem uitkijken, want daar staat de Hellcat. Natuurlijk, de T29 kan tegen een stootje. En hier Critical hit. 294 damage Target op de disengaged. Hellcat. En het vijandelijke dat hier eigenlijk aanwezig was achter de berg is ondertussen volledig opgekuist. Way to go! 7-7. Elk team heeft nog 7 tanks over. Penetration. 318 damage op de SU-100, een tankjager van de vijand. Deze gaat hem nu trachten af te maken, want die is op de vlucht. Hij heeft ook niet veel meer over. Target lock, enemy destroyed. Voilà. Nog 22 damage gedaan om die volledig af te maken. Perfect. Nou, je ziet in deze battle toont Hellgast ook perfect aan hoe dat je met de T29 hull down kunt spelen. Daarachter de berg heeft hij meestal alleen maar de voorkant van zijn turret laten zien.
wat het sterkste punt is van deze tank uiteindelijk. Centurette heeft 279 armor vooraan, 127 op de zijkant en 102 achteraan. Terwijl de hull, de romp van de tank, slechts 102 armor heeft vooraan, 76 zijwaarts en 51 achteraan. Dus Hellghast weet hier perfect de sterke kanten en punten van zijn tank uit te spelen door zo min mogelijk zijn romp te laten zien, de hull, maar zo veel mogelijk enkel en alleen de voorkant van zijn turret. En dat maakt deze T29 Amerikaanse Heavy een enorm sterke tank. Hier tracht Hellghast nog naar de laatste vijandelijke tank, Medium Rudy, te gaan. Dat zal ook te vergeefs zijn. Zijn teamgenoten gaan die nog afmaken. En hij kruipt dichterbij, maar hij is er aan voor de moeite, want de Rudy wordt afgemaakt door zijn teamgenoot, de T34-1. En op deze manier heeft Hellghast de perfecte battle gespeeld. Bedankt om te kijken. Kijk ook naar onze andere video's. Like deze video, deel deze video en als je zelf replays hebt die je wilt zien verschijnen op ons YouTube-kanaal, stuur ze binnen via onze website. Bye!